Hallo, wie spreekt mij? In het salonatelier van de familie Knots snakt tante Til naar een zweempje inspiratie. Hey you, Charlie boy, turn around. Hands up! Ja, dat hands up dat kan ik nog wel onthouden, maar dat andere Engels... Oh, ja. Hey you, Charlie boy! Ach, dat is ook niks. Inderdaad, ja. Ik zou nog eens flink repeteren, als ik jou was. Maar niet hier. Maar Tilletje, dat is toch inspirerend? Nu we dan allebei een artistiek beroep hebben, Ach, ja, sorry, Frederik, lievertje, maar ik word stapelgek van de gemieren, joh. Ik kan toch onmogelijk werken bij de gemummel van je? Oh, maar misschien kan je dan me overhoren, Ik? Ja. Zeg, hoe kom je erop? Ga nou maar nemen, anders hoor, met die handel, zeg. Ik heb wel wat beters te doen. Oké, lady. Zeg, Tilletje. Schiet niet erg op, hè? Dat schiet wel op. Zeg, ik kwak er zo een zootje kunstige verf op, hè? Makkelijk zat. Ga jij nou maar. Hey, you Charlie boy! Turn around! Waarom komt dit schilderij nog niet uit de verf? Ik heb afgedaan. Kan het niet meer? Het schilderij moet af. Maar hoe? Frederik, lievertje, die hangt de hele dag maar de artistieke gefilmeld uit. Ik zie het niet meer zitten. Zo, Piet. Ja, dat wordt een heerlijke bol, hè? Een heerlijke bol. Zo. Moet jij ook een stukje appel, Piet? Ja, zo lekker, hè? Zo. Oh. Ze mag geen stiefkinderen maken, hè? Tjoeke, stukje. Ja. Ja. Zo. Je eet het toch wel niet op, ja. Hey, you, Charlie boy! Turn around! Ja, ik ben mijn rol aan het leren. Voor de film. Ah, zo. Charlie boy. Turn around. Zo. Heerlijke brandewijn. Zo. Hier. Er mag niet van gesnoept worden, hoor. Oh. Zeer jammer. Zeg, oma, zou u mij kunnen helpen met mijn rol? Kunnen we overhoren? Kan Til dat niet doen? Nou, die doet de laatste tijd een tikje verdacht. Daarom vraag ik het maar aan u. Ja, maar kan ik dan wel mijn bol afmaken? Ja, natuurlijk. Kijk, u moet alleen maar zeggen wat Charlie zegt. Hier, Charlie. En dan kijken of ik het goede antwoord geef. Goed, daar beginnen. Hey, you Charlie boy. Turn around. Hands up. Ja. Let me go, you stupid fool. Wat doe je allemaal? Ik wou me verdedigen, maar hij sloeg terug. Die bezem?
Het is bij mij anders nooit. Beetje raar, hoor. Nou, laat maar weer verder gaan. Goh, lijkt wel Engels. Ach, laat ook maar. Doe het wel weer alleen. Zo komt er ook niks van als zodanig. Ga maar weer door met mijn bol. Zo. Had ik dit er nou wel in gedaan of niet? Nee, ik dacht van niet. Nee. Reus is makkelijk. Hansje heeft, in een goede bui, de zolder van meester Vogel stiekem opgeruimd. En dat was hoog nodig, want het was maar daar een bende. Marijke Bos, Pleinstraat 2, telefoon 68068. Dat mag jij mij eens haarfijn uitleggen, Arendvogel. Krijgen we nou? Ja, ik heb het eens een beetje opgeruimd hier. Oh, nou, daar had ik Jan helemaal niet om gevraagd. Dat was ook als verrassing bedoeld. Ik dacht dat jij je tijd wel beter kon besteden, hè? Een beetje huiswerk maken voor de avondschool. Echt, als je nou mijn vader geweest was, hadden we weer hooglopende ruzie gehad. Hè? Moet toch zeker zelf weten of ik in een bende wil wonen? Ja, dat snap ik, ja. Als ik die troep zelf niet op wil ruimen, dan neem ik wel een werkster. Hè? Ja, dat snap ik, ja. Nou loop jij dan maar naar dat pomp met die werkster van je. Dat je wilt rotzooi. Nou, je koud krijgen, hoor. Hoe makkelijk zat zo. Oh, lekkere rommel, hè? Leuk, hè? Nou, wat mij betreft is het uit tussen ons. Je hoeft toch niet gelijk zo hysterisch te doen? Je weet best dat ik een hekel heb aan die bemoeizucht. Oh, jongen, wees je maar niet bang. Ik bemoei me nergens meer mee. Nooit meer. Doe je maar wat je niet laten kan. Het interesseert me niet eens meer, jongen. Normaal iets uitpraten is er zeker weer niet bij, hè? Nou, roep het dan maar weer op. Aju! Vrouwen om gek van te worden. Ondertussen zakt tante Til steeds verder in de puree-put. Ach, wat een ellende nu toch weer. Weet geen ene soep te schilderen. Maar wat aan rotzooi, dat zie ik ook niet zitten. Op een of andere manier gaat het helemaal niet meer. Komt vast nooit meer goed. Verroest, zeg dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. De roze verf. Het is zo weer uit de problemen. Oh, wat een lumineus idee, al zeg ik het zelf. Oeh, een klontje roze hier. En een klontje roze daar. Ja, alle penseel in de pot van Nis. Een klontje roze hier. En een klontje roze daar. Nu zit ik pas goed in de problemen. Ja, ik ben een volslagen mislukkeling. Oh, honger! Ja, honger. Til. Til, luister, ik moet je even spreken. Wat nu weer? Hansje en die rare vogel van boven, die hebben ruzie. En nou is die hele verkering, die is... Wat is die nou? Finito. Oh, kan jij nou niet even met de roze verf knoeien, dat het allemaal weer aan elkaar gelijmd wordt, hè? Dat gekerm in huis, dat vecht als kat en hond, dat slaat met de deuren. Mens kan niet eens meer behoorlijk rustig zijn krantje lezen. Ze moeten al die tips op waar ik bij ben, per se. Kan mijn woorden niet verstaan. Ja, sorry hoor. Nou, hoe zit het? Gaan we nog met de roze verf aan de gang of niet? Nou, het lijkt me beter dat wij ons niet met hun liefdesleven gaan bemoeien, hè?
Ik wil zo wel met de roze verf, hoor. Zo. Ach, laat ze toch zelf uitzoeken, hè. Is er wel een normale manier om van je problemen af te komen? Ja. In een gekkenhuis. Maar hoe doet u dat dan als u problemen heeft? Ik heb nooit nergens geen problemen mee. Hoe doen normale mensen dat dan, die geen roze verf hebben? Dat weet ik veel. Je moet gewoon geen problemen maken. Dat heb je zo niet, hè? Ja, wat hebben we daar nou aan? Dat is een beetje lekker mopperen. Ja. Ketteren, dat doet wonderen. Zeg, Tilletje, is er soms wat met je? Die doet ze zenuwachtig. Ik? Zenuwachtig? Zeg, hoe komt u erbij? Toch niks aan de hand? Ja, gewoon. Zenuwachtig, zeg, doe me de lol. Zeg, komt u erbij? Nou. Ook Hansje zit tot haar nek in de drek. De problemen dus. Knap. Ze heeft ook nog een lieve stem. Is deze hoed ook te koop? Ja, alles is te ruil en te koop. Ajo! Kijk eens, Hansje. Ik heb een spelenkubusje. Maar hij wil niet. Wil jij het even proberen? Lief Herbert, laat me alsjeblieft met rust. Alsjeblieft. Oh, je kunt het natuurlijk niet. Jij kan het zeker niet. Oh, voorzichtig hoor. Raar niet lam van lendigheid. Oh. Klaar. Zo, nu jij. Heb je dat gezien? Een kind kan de was wel doen en ik niet. Ga nou maar alsjeblieft naar boven. Het is er toch loos? Zeker weer ruzie gehad met meester Vogel. Deze strip ruilen tegen deze hoed? Ja, doe maar 2 gulden bij betalen. Alsjeblieft. Dank je wel. Dag. Oh, ik heb ze allemaal op een rijtje. Zit me toch niet aan mijn kop te zeuren met die stomme rotkubus. Ja, altijd met je stomme spelen dingetjes, hè? Excuseer. Ik merk het al. Meester Vogel wellicht? Ik wil geen woord meer over Arend Vogel horen. Zeker niet van jou. Wat heb jij nou voor verstand van liefde, jongen? Ik kan misschien helpen, wellicht. Wat is het dan? Ga toch spelen, baby. Baby. Exact. Als ik weinig praat en alles me ontgaat, als mijn hele gezicht op huilen staat, als ik niet eet aan tafel maar wel snoep, vrede en drop. Allemaal door elkaar en ik hou me niet op, dan heb ik problemen.
niet aan, want dan kan ik gaan slaan. Ik heb problemen, aan wie raak ik ze kwijt? Wie wil mijn narigheid? En ondertussen worden langzamerhand de mug een olifant. Als ik fouten maak, alleen maar zuchten slaak, dan is er iets niet met mij in de haak. Als ik niet kan slapen of moet huilen in bed. Als ik uren mezelf opsluit in het toilet. Dan heb ik problemen, blijf dan maar uit mijn buurt, voor zolang als het duurt. Ik heb problemen, oh ik eis weer wat af, maar ik zwijg als het graf. En ondertussen wordt het langzamerhand de mug een olifant. Het probleem wordt alsmaar groter als je niemand vertelt wat jou nou zo kwelt. Je voelt je steeds rotter, hou daar nou eens mee op, hou niet langer je kop. Maar pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, aan wie je hebben een oude kant toe vertrouwen. Maar schiet op, schiet op, schiet op, want lang, 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 lang slaan mijn handen voor de mug een olifant. Nog niet helemaal op smaak. Zo. Zo. Johanna. Johanna, ik vind dat Til raar doet. Dat heeft ze dan zeker van jou, ouwe zemelaar. Gaan we dat ook doen? Ja. En anders bloed, serieus? Er rommelt weer van alles hier in huis. We hebben die twee pubers weer ruzie. En Til die vertikt het ook maar om een handje te helpen met de roze verf. Ja. Ze vertikt het gewoon. Knottetje rotte hier, knottetje rotte daar. Er is zoveel voor mekaar, ouwe zemela, dat rijmt. Johanna, ik praat met je. Nee, je zemelt. En daarom ben je ook ouwe zemela, ouwe zemela. Wat doe je toch allemaal? Wat is dit? Het regent. Wat heb je er allemaal wel niet in gedaan? Mens, dat spul dat staat stijf van de alcohol. Ja? Dat lijkt wat dynamiet. Het ruikt ook. Pietje, pietje, pietje. Hoor je me wel mee zitten? Johanna. Mensen, je bent dronken. Ja. De hele fles heb je erin gemieterd. Ja. De bol is nog nooit zo smakelijk geweest. Nee. Oh, mensen toch. De schande. Wat is dat? Oh, als je het toch zo zou zien, arme Rensen, mensen toch. Hallo! Wat moet jij hier? Ik kom hier voor de gezelligheid vertoeven. Oh, net, het komt waarom gelegen. Oh, wat is er dan los? Niks, helemaal niks. Niks. Oh. Hey, you, Charlie boy. Hens. Oh! Wat is er met oma? Niks, dat zei ik nogal. Niks, dat is een familiekwestie. Daar heb je niks mee te maken. Ja, weet je. Oma, maar ik ben ook familie. Jij bent maar een neef en bovendien ambtenaar. Dus wat wou jij nou hier, hè? We hebben jou helemaal niet nodig. Oh, nee. Exact. Zo. Die is weg. Nou, Johanna. Nou, arme mensen toch. Ja. Nou, ik moet proberen om jou in bed te hijsen, hè? Ga vliegen! Droom! Ja, kom maar, hè? Ja, daar vlieg je bye, mooi in bed in. Bye! Excuseer, stoor ik? Ja, nogal, ja. Dan gaat u maar rustig door, hoor. Ik zal niemand al praten. Alleen even zitten hier. Voor de gezelligheid. Om... Ja, eens... Oh, allemaal oranje. Excuseer. Niks.
Gezellig, hè? Nou, oergezellig. Wilt u met mij spelen, Kubusje? Neef Herbert, zou je misschien weg willen gaan? Ja? Stoort ontzettend. Heeft u zorgen wellicht? Uw ogen lijken net onweer, notabene. Het heeft misschien te maken met Hansje, hè? Nou, ik zag... Wil je nou alsjeblieft weggaan, ja? Ik heb helemaal geen zin in spelletjes, hè? Ik heb er wat anders op te lossen. Ik voel me anders ook niet prettig. Nou, sorry, hè? Daar praten we dan nog wel eens over. Maar een ander keertje. Ja, maar ik kan toch helpen? Helpen? Jij? Nou, dat denk ik niet, hè? Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Niet? Exact. Wat zoek je? Wat of je zoekt? Ach, kan nergens een knabbeltje van een bottetje vinden. Wat ben je toch verdacht snoeperig de laatste tijd? Je soms weer wat te verbergen. Leer jij nog maar je rol, hè, meneer de filmheld? Ja, binnen. Goedemiddag. Oh. Het is toch moeilijker dan ik dacht. Ja, wat dacht je dan? Hè? Dat je een mummetje artiest was? Er komt veel meer bij kijken, hoor. Dat dacht ik, ja. Vertilletje, wat is dit? Wat moet het voorstellen? Witter dan wit. Oh! Af! Zo, wat bemoei je je mee? Ga je nou maar je rol leren, hè? Dat is al beroerd genoeg. Heeft u problemen wellicht? Wie? Ik? Ja, u doet zo... Nou, je mond! Wat bemoei je je mee? U moest maar eens met de roze verf gaan werken. Iedereen heeft problemen hier in huis. Meester Vogel en Hansje en... Hou je mond! Ik schilder hier wanneer ik de zin in heb, zeg! Is de roze verf op, wellicht? De roze verf is niet op. Ik ben op. Ik kan helemaal niet meer schilderen. Ik kan dat helemaal niet met de roze verf. Daar, dan weten jullie het. Oh, maar Tilletje... Ik weet wellicht hoe... Zwijg, zeg, wat weet je ervan, kind, dat je er bent? Is er iets? Niemand houdt van mij. Hoe kom je daar nou bij, hè, malle schakert? Niemand neemt mij serieus. Ze denken allemaal dat ik niet wijs ben. Ah, doe niet zo idioot, Gaki. Maar ik kan wel helpen. Met de roze verf wellicht. Een klonnetje roze hier, notabene. Tilletje, pas op. Oh, gaat met de roze... Oh, zo gaat het dus nooit. En nu moet je met je binnenste gevoelsvibraties doen. Vibraties. Een klonnetje roze hier. En een klonnetje roze Het lukt. Bent u de probleemdokter? Exact. Net als we draaien op een neefje. Geen smoesjes. Gaat u eens in ontspanning op de divan liggen. Hier, ik kan toch gewoon zitten. Gewoon zo. Ontspannen, zei ik. Zo is het beter. Zeg, maar ik ben anders helemaal niet ziek, hoor. Ik voel me prima. O ja? Dit dan? Oh, wat gemeen, zeg. Oh, dat is dan ook het enige probleempje wat ik heb, hoor. Op de plaats! Oh, nee. Ga liggen. Begrijp dat dan. Ik kan toch niet werken in huis? Frederik, die loopt de hele dag maar voor de voeten. Oh, hij loopt u anders het hele leven al voor de voeten te handsuppen. En nu opeens heeft u er last van. Ja. Opeens, precies, ja. Opeens. Ja. En hoe komt dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik wel. Ja, oh, zeg het. Oh, wat weet ik ervan? Huh? Ik ben toch een kind, dat ik rondloop? Nee. Je bent geen kind, nevenkind, zeg. Ik ben toch een baby? Ook al ben ik een ambtenaar, dus ik zal mijn mond vol tanden behouden. Help me toch alsjeblieft.
Nou, vooruit dan. Ja, vooruit dan. U bent jaloers op onkel X. Niet dus! Wel eens? Niet dus! Niet dus! Niet dus! Niet dus! Oeh, die kinderachtigheid slaan we er wel even uit. Niet dus! Zeg, oh nee, ik zal het nooit meer doen! Ik zal het nooit meer doen! Ik zal het nooit meer doen! Oh, ik zal het nooit meer doen! Tilletje, is alles goed met je? Wat is er? Wat doe je? O, Frederik. Frederik, lievertje. Wat is er? Het is gewoon te kinderachtig voor woorden, dus we praten er niet meer over. Waarover? Ja. Oh, dat jij jaloers was op mij. Jij wist het? Al die tijd? Natuurlijk. Wij kennen u beter dan u uzelf kent, wellicht. Ja, geloof ik ook, ja. Dan ga ik maar weer schilderen. Ik moet nog af. Ja. Ah. Ja, ik moet ook maar weer eens aan het werk, hè. Voor de film. Oh, kan ik u helpen wellicht? Kun jij dan Engels? Yes, I do. Excuse me. Goodbye, today. Hello. Thank you. Dat had ik eerder moeten weten. Hier. Charlie, wat Charlie zegt. Exactly. Hey, you! Turn around! Go away, stupid fool! Yeah! Oh, excuse me! Oh. Sorry! What you says? No. Antje, nou wil ik weten wat er is. Wat is er? Nou, leg jij maar eerst eens uit wie die Marijke Bos is. Marijke Bos, dat is mijn nichtje. Hoe kom jij trouwens aan? Moet je met die... Gevonden tussen je rommel. Ga me toch niet vertellen dat je jaloers bent? Poeh, zou je wel willen. Oh, ze brengen!